Het is zondag 22 maart. Welkom bij Rijnmond Nieuws. De volgende gemeenteraadsverkiezingen doet Geert Wilders mee in Rotterdam. En hardlopers bereiden zich voor op de marathon. Dan alvast het weer voor morgen. Maandag zijn er zonnige perioden, maar af en toe verdwijnt de zon achter wolkenvelden. Het blijft droog en een zwakke wind komt uit het zuidwesten. Het wordt 9 graden. De kogel is door de kerk. Geert Wilders doet over 3 jaar in Rotterdam mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Tot nu toe liet hij Rotterdam altijd over aan Leefbaar Rotterdam. Maar Wilders is niet te spreken over de resultaten van deze partij en wil nu zelf aan de slag. Direct na de Provinciale Statenverkiezingen werd er al in onze uitzendingen over gesproken dat de enorme winst van de PVV Wilders wel eens op andere gedachten zou kunnen brengen. Dit weekend heeft de PVV-voorman het nieuws zelf bevestigd. Ook in andere gemeenten in de regio scoorde de PVV afgelopen woensdag erg goed. En Wilders wil nog niet zeggen of hij ook in die plaatsen meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. Vooralsnog blijft het dus alleen bij Rotterdam. En op de redactie staat verslaggever Jan-Roelof Visser. Jan-Roelof, wat wil Wilders dan eigenlijk bereiken in Rotterdam? Hij wil Rotterdam redden van de multiculti en van de islamisering. Want, zegt hij, Leefbaar Rotterdam heeft eigenlijk heel veel van wat eens de ideeën van Pim Fortuyn waren losgelaten. Nou, Joost Eertmans, de voorman van Leefbaar Rotterdam, die zegt complete onzin. In ons beleid zitten nog steeds die ideeën van Pim Fortuyn. PVV hier naar Rotterdam, Leefbaar Rotterdam hebben we al. En dat betekent dat het een flinke strijd kan worden tussen die twee rechtse partijen. Maar Joost Eertmans ziet dat toch anders. Hij is niet zo heel erg bang voor veel verlies. Nou, Leefbaar Rotterdam is een vaste kracht in Rotterdam. Wij hebben sinds 2002 4 keer op rij zo'n beetje 30% van de stemmen gehaald. We zijn een fortunistisch bolwerk. Ik denk dat wij een hele trouwe aanhang hebben. Waar het niet gemakkelijk op inbreken is door geen enkele partij. Bleek ook uit de vorige verkiezingsuitslag. We leveren ook, hè. We zitten nu aan het bestuur. We zeggen niet lullen, maar poetsen. Dus we zijn ook aan het poetsen. We poetsen die stad een stuk fraaier. Denk je dat aantoonbaar kan zeggen sinds 2002. Als Wilders daarbij komt en tegenin gaat, dan moet hij van goede huizen komen. Ja. Maar ben je niet bang dat er raadsleden over zullen stappen? Nee, daar ben ik nu niet bang voor. Geen angstige geluiden dus bij Leefbaar Rotterdam. Maar van de week sprak ik Rinus van Schendelen, hij is politicoloog. Hij zegt, ja, Leefbaar Rotterdam heeft wel een probleem. Er lijkt een glans af te zijn bij Leefbaar Rotterdam. En in het begin van deze periode was er die ruzie over die wethouderspost. Dat is ook nog steeds niet opgelost. En verder zegt hij, niet alleen Leefbaar Rotterdam, maar alle partijen in de Rotterdamse Raad krijgen concurrentie van Wilders. PVV is niet alleen een rechtse partij, het is een paradoxale partij, want het heeft rechtse thema's, law and order, maar het heeft ook hele linkse thema's. Hè? Sociaal beleid, bejaardenhuizen, ik bedoel, dat zijn echt ook hun thema's. Het concurreert niet alleen met, zeg maar, de VVD en Leefbaar Lokaal, het concurreert ook met de SP. Ja, Jan-Roelof, we hebben nu Joost Eertmans gehoord en Rinus van Schendelen, maar wat zeggen de Rotterdammers? We zijn vanmiddag even de straat opgegaan en wat je merkt is dat de reacties gemengd zijn. De ene helft vindt het prima dat hij komt, de andere zegt blijf maar lekker weg. Is Rotterdam, is die daar nodig? Nee, we hebben hem niet per se nodig. Ik ben het met Wilders ook niet eens. Het is van mij een protest. Ik vind dat hij moet wegblijven. Ja. Want hij is te streng? Ja, hij is te streng en hij is ook tegen buitenlanders. En ik ben zelf een buitenlander, dus ik begrijp wat ik bedoel. Ik kan me heel goed vinden in de dingen die hij zegt. Ik bedoel, sommige dingen denk ik ook van, nou, het gaat iets te ver. Draagt het iets te ver door. Maar er zijn ook heel veel dingen waarvan ik denk, nou, dat leeft wel bij mensen. Maar kom dan ook echt met een oplossing. Kom dan ook met een stap in de goede richting. Ik wil niet altijd zeggen dat dat dé oplossing is. Maar echte oplossingen heeft hij niet. Hij zegt wel van alles, maar puntje bepaald, je doet hij toch niks. Dus, Hij doet niet veel. Maar u bent toch niet van Wilders of wel? Ik ben van TV Rijnmond. Ja. Oh. Ja. Nee, maar dat zo is toch. Hij belooft van alles en hij staat te oreren daar. En er gebeurt verder niks. Maar komt hij toch zeker op televisie? Ja, misschien wel, hoeft niet. En tot zover onze berichtgeving over de komst van de PVV naar Rotterdam. En Jan-Roelof, dankjewel. Vandaag wemelde het van de hardlopers en dat had een reden. Voor degenen die 12 april de marathon in Rotterdam lopen, is dit namelijk de dag van de supercompensatie. 30 kilometer werd er even uitgegooid door de potentiële deelnemers. Onder meer door een groep van loopploeg Nesselanden. Even versnellen, jongens. Ja, jongens, even.
Kom! Het is vanaf half december tot aan de marathondag bouw je een bepaalde conditie op. En dan hoop je aan het eind dat je op het juiste moment natuurlijk helemaal vol bent, dat je dat eruit kan laten komen. We lopen gewoon heel verstandig in een bepaald schema. Dus we lopen niet zomaar een beetje voor de vuist weg. Er zit echt wel een plan achter. Ja, het is nou heel blij. Hè? Dus proberen niet te veel te doen, dat je geen pijntjes, blessures krijgt. Knieën, enkels, alles een beetje pijnlijk. Eerste keer dit jaar in Rotterdam, dus we gaan het meemaken. Ik ben alle weken ondersteund door de mannen hier van loopgroep Nesterlanden. We gaan het beleven 12 april. Er zijn allerlei schemaatjes om te eten, te drinken. Ja, het gaat om veel meer dan alleen maar rechtdoor, rechtuit doorlopen. Het is gewoon heel leuk om eraan mee te doen. Ja. Je moet een beetje vol zijn. Wat is dat? Ja, vol zijn is dat je voldoende opgebouwd hebt natuurlijk qua prestatie. Veel kilometers maken, maar tegelijkertijd ook tussendoor intervaltrainingen lopen. En uiteindelijk loop je richting 30, 35 kilometer duurlopen. En dan een paar weken voor die tijd dan is het een beetje afbouwen. Dan ga je de energie allemaal stapelen. En dan 12 april, dan moet het eruit komen. In Eindhoven ging het in de slotfase mis en pakte PSV alsnog de volle buit. Maar vanmiddag in de eigen Kuip hield Feyenoord wel stand. Sterker nog, dankzij twee doelpunten van Anas Asjabar won Feyenoord met 2-1 van PSV. En in de Kuip staat verslaggever Dennis van Eersel. Dennis, een prachtige middag met een sprookjesachtig einde. Ja, voor het vijfde seizoen op rij weet PSV niet in de Kuip te winnen. Sterker nog, voor het vijfde seizoen op rij gaat PSV met de staart tussen de benen terug naar Eindhoven. En vandaag komt dat, daar doe je op, door één man bij Feyenoord. Anas Asjabar is zijn naam. Vorig jaar op huurbasis gestald bij een club in de tweede Bundesliga in Duitsland. Daar speelde hij niet of nauwelijks. Hij kwam terug naar de Kuip dit seizoen. Weer maar mondjesmaat in actie. En vandaag opeens een basisplaats. En uitgerekend bij Feyenoord PSV, een van de mooiste wedstrijden die we in Nederland hebben. Uitgerekend in die wedstrijd maakt hij twee doelpunten. De een nog mooier dan de ander. Ga ze bekijken, die doelpunten van Asjabar. De Pai maakte het nog even spannend, maar Feyenoord het wint opnieuw van PSV. Ja, gelukkig maar. Want en de derde plaats die moet dan nu toch wel binnen zijn, Dennis? Ja, Feyenoord 4 punten los nu van AZ. 7 punten los van Vitesse. Er zijn nog 6 wedstrijden te gaan. Maar vergis je niet, Feyenoord gaat over 2 weken langs bij AZ. Bij een eventuele nederlaag nog maar een gat van 1 punt. En als je weet dat Feyenoord nog uitwedstrijden heeft, bijvoorbeeld bij Willem II, bij Groningen, bij PEC Zwolle, thuis tegen Vitesse ook nog, dan is dat best nog steeds een zwaar programma. Dus Feyenoord is er zeker nog niet. Maar eerlijk is eerlijk, zeker met deze misschien wel bonuspunten tegen de aanstaande landskampioen. Feyenoord doet hele goede zaken om zich rechtstreeks te plaatsen voor Europees voetbal zonder play-offs in Nederland te spelen. En daar houden we van. Dankjewel Dennis van Eersel. En straks in FC Rijnmond wordt gesproken met gast Willem van Hanegem. Uitgebreid verder over Feyenoord PSV. Maar natuurlijk ook over Excelsior, dat eerder vandaag gelijk speelde tegen PEC Zwolle. Kamperen voor de deur van een makelaar. Er zijn mensen die het ervoor over hebben om er morgen zeker van te zijn een stuk bouwgrond te hebben bij de Esch in Rotterdam. Kopers mogen op de 15 te vergeven kavels een duurzame woning bouwen. De eerste kampeerders staan al sinds vrijdagavond bij de makelaar in de tuin. Mijn vriendin is hier vrijdagochtend gaan zitten. En ik ben hier vrijdagavond gekomen om haar af te wisselen. En ik doe de nachtshift, zeg maar. En zij doet de dag. Ik hoorde van de makelaar dat er al mensen gekampeerd hadden. En toen dacht ik, ga maar eens even kijken of het geen grapje is. Toen zag ik deze tentje staan. Ja. Dus ben ik ook maar gaan zitten en dan ga ik niet meer weg. Dit is het project Leonidas project. En het gaat over kavels op de Esch, zeg maar, worden kavels verkocht. Het zijn 15 kavels in totaal. En er zijn best wel veel belangstellenden voor het project. En vandaar, wij willen heel graag een kavel hebben. En wij dachten, ja, wat hebben we ervoor over om hier te gaan staan, zeg maar. En we dachten, ja, we gaan hier gewoon 2 dagen overnachten. En mijn vriendin komt zo mijn slaapzak brengen. Dus ja, dat wordt overwinteren. En dat is wel een unieke kans. En het zou zonde zijn als die
aan je voorbij gaat. En wat is jouw tent? Dit is mijn tent. Maar hij is niet opgeruimd hoor. Heel veel dekens. En heel veel eten en drinken. Ja, brood en allerlei snacks natuurlijk. Nou, het voelt een beetje onwennig om hierheen te komen en ja, een tent in de makelaarse tuin op te gaan zetten. Maar ja, we hebben met hem overlegd, hij vond het een goed idee. Maar je bent toch wel zeker van een kaveltje? We zijn wel vrij zeker ervan, ja. Dus ik mag niet klagen eigenlijk. Nou, gefeliciteerd alvast. Hartstikke bedankt. Ooit was het de vaderlandse trots, de scheepswerf Wiltenfeinort in Schiedam, meer dan 149 jaar geleden opgericht. In de hoogtijdagen werkten er zo'n 9000 mensen. In de loop der jaren is het bedrijf opgegaan in een ander bedrijf. Maar de oude tijden herleven weer even tijdens een reunie voor oud personeelsleden. Het is even zoeken op de foto. Dat ben ik, hè? Maar dan heeft de 100-jarige Pieter Spruit zichzelf dan ook gevonden op een oude foto van vroeger. Als harde werker op de scheepswerf van Wiltenfeinort. Een begrip toenertijd in Nederland. Er werkte 8000 man bij Wilton. In de goede tijd. We bouwden motoren. We bouwden turbines. Hè? Maar ook als scheepbouw. Hè? We bouwden oorlogsschepen. De ruiter hebben we gebouwd. Hè? Ja. Nu, 149 jaar later, na de oprichting, werd het wel eens tijd voor een reunie van het personeel van Wiltenfeinort. Ja, iedereen leeft nog net. Ja, ik ben ook 80. Je gaat mensen weer zien die je jaren niet gezien hebben. Ik vind het geweldig, je komt oude mensen tegen. Fantastisch en zo, jaarlijks herhalen zou ik zeggen. De reunie is georganiseerd op een locatie in Schiedam waar vroeger ook de scheepswerf was. Met een hapje en vooral door het drankje komen de sterke verhalen al snel boven water. Zo zou er ooit boter zijn gemaakt van traanlever in combinatie met vervuilde olie. En dat gingen we dus met die boot, de sleepboot ervoor, dat door te brengen naar de margarinefabriek. En daar pompten we het over in de margarinefabriek en die maakte daar margarine van. Maar er zat toch olie in? Er zat olie ook in. Jou is dat gedaan, dat weet ik niet. En? Allemaal sterke verhalen, maar het zijn gebeurde verhalen. Maar er is niemand ziek geworden? Dus ik weet het niet. Ze hebben er margarine van gemaakt. De ontploffing op boten meegemaakt. Dat was de Petrarchus Nomicus. Er vielen zo 7 doden bij. En zo heeft iedereen in de zaal elkaar wel iets te vertellen. Wat ze toen ooit bij Wiltenfeinort hebben meegemaakt. En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws kunt u vinden op onze website rijnmond.nl. En nog een mooie dag verder.